Verslavingsdeskundige en voormalig psychiater Bram Bakker slaat alarm over een opkomende verslaving, geldverslaving. In zijn recente publicatie Verslaafd aan geld benadrukt hij de toenemende zorg rondom deze nieuwe vorm van afhankelijkheid. Opmerkelijk genoeg heeft Bram onlangs zijn prachtige vierkamerappartement in Haarlem verkocht, en met aanzienlijke winst. Het appartement, oorspronkelijk gekocht in 2016 voor 250.340 euro. Werd binnen twee weken verkocht voor 695.000 euro, wat een winst van bijna 200.000 euro betekent. Het appartement, gelegen op de twaalfde verdieping, biedt een ruimte van 103 vierkante meter met vier kamers, waaronder drie slaapkamers en een badkamer. Voorzien van vloerverwarming en een luxe open keuken met inbouwapparatuur biedt het appartement een spectaculair uitzicht dankzij grote raampartijen aan drie zijden. Met een energielabel A en parkeergelegenheid in de garage voldoet deze woning aan alle moderne comforteisen. Bram, nu op zoek naar nieuwe woonruimte, illustreert zowel de voorspoed als uitdagingen in het vastgoed en persoonlijke veranderingen.